Het parlement heeft gisteren de wetten loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting goedgekeurd. Deze drie wetten moeten ervoor zorgen dat de inkomsten van de staat worden vergroot. De wetten loonbelasting en inkomstenbelasting zijn met 31 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. De wet omzetbelasting is aangenomen met 29 stemmen voor en 10 tegen. De wetten stellen de regering in staat om een solidariteitsheffing van 10% door te voeren voor mensen en bedrijven met een jaarinkomen van minimaal 150.000 SAD. Deze heffing gaat per 1 februari in en geldt tot het eind van dit jaar. In de tussentijd vinden er ook structurele belastinghervormingen plaats, zei minister Armand Achai-Bashin van Financiën en Planning. Dan is er een vraag gesteld hoe wij gekomen zijn aan de grens van 150.000. Dat is goed bediscussieerd geworden. Wij hadden drie grenzen. Ik ben bereid dat met u te delen. De eerste grens was 90.000. Dat betekende dat iedereen boven 90.000 zou betalen. Dus ik zou meer gaan ontvangen. De tweede grens was 120.000 en de derde grens 150.000. En we hebben zelfs ook gediscussieerd over 180.000. Maar we hebben gekozen voor 150.000 omdat we denken, en het is niet vastgesteld door mij, het is bediscussieerd, gaan we dat benadrukken met deskundigen. We denken dat 150.000 een redelijke grens is. Maar houdt u ook vast dat het om een tijdelijke maatregel gaat. De minister kondigde verder aan dat de belasting toegevoegde waarde BTW per 1 januari 2022 zal ingaan. Op dezelfde datum zal de heffingskorting van 750 SAD per maand op de belastingen komen te vervallen. Er is gevraagd of de heffingskorting zal vervallen eind 2021. Ja, dat zal het moment zijn. In principe 1 januari 2022. Waarop wij voornemens zijn om de belasting toegevoegde waarde te implementeren. Ingang te doen, laten gaan. Waarbij het belastingstelsel voor de loontrekkers hervormd zal worden. Bijvoorbeeld zal er naar de schijven gekeken worden, de heffingskorting, zodat er een verschuiving plaatsvindt van loonbelasting naar bestedingsbelastingen. Het besteedbaar loon zal verruimd worden, maar de bestedingen zullen belast worden. Minister Armand Achai-Bashin van Financiën en Planning gisteren in het parlement. De regering heeft drie belastingwetten goedgekeurd die de inkomsten van de staat moet vergroten.